Hoi kinderen van groep 5. We gaan vandaag aan de slag met les 13 van blok 9. En in deze les gaan we weer wat herhalen van wat we in dit blok allemaal hebben gedaan. En wat je eigenlijk op de toets zou kunnen krijgen. Maar we gaan vandaag beginnen met iets anders. Namelijk, we gaan handig rekenen. En daarvoor heb ik handige Harry uitgenodigd. En handige Harry is deze hele schattige aap. Ja, hij is een klein beetje verlegen. Het is voor de eerste keer dat hij op tv is. En ja, het is allemaal erg spannend. En handige Harry kan namelijk heel handig rekenen. En hij heeft altijd wel een maniertje om een som uit te rekenen, hè? Ja. Oké. We gaan naar de eerste som. En die ga ik op het bord schrijven. En jij gaat dan bedenken hoe Harry het uit zou rekenen. En dat mag jij dan in je schrift schrijven. En daarna gaan we kijken of handige Harry dezelfde manier heeft bedacht als die jij hebt. Yes? Oké, doen we dat. De eerste som is 199 plus 199. Heb je al iets bedacht, Harry? Oh, wat dan? Oké. Schrijf jij zelf een manier op waarop jij denkt dat deze som handig uitgerekend is. En zet de video even op pauze. Klaar? Oké, dan gaat handige Harry even laten zien hoe hij het heeft gedaan. Daar ga ik natuurlijk even opschrijven, hè? Vertel jij het eerst even tegen mij? Ja, ja. Oh ja, ja, handig. Ja. Oké, ik schrijf het op. Nou, handige Harry heeft het met honderdtallen opgelost. En 199 ligt namelijk dichtbij 200. En je kunt dus nog een keer 200 erbij doen. Dan ben je al heel erg in de buurt. Maar dan heb ik er wel te veel bij gedaan. Hier heb ik er één bij gedaan, hier eentje bij. Dus dan moet ik er daarna nog 2 afhalen. En krijgen we 200 plus 200 is 400, min 2, 398. Ja? Oké, gaan we naar de volgende. De volgende som is 299 plus 97. Nou Harry, heb je al een idee? Wat dan? Oké, schrijf jullie eerst je manier op. Denk aan de handige manier. Het kan op een andere manier dan de som van net. Denk aan honderdtallen. Oké, zet hem weer even op pauze en dan kijk je met me mee. Klaar? Nou Harry, hoe heb je het gedaan? Oké, dus we hebben van de 299 300 gemaakt. Oh, zoiets lijkt erop wat we net hebben gedaan. Maar het is nu anders, hè? Oké, het is nu anders. Ik laat het zien. Dus, van de 299 maken we 300. Dan ga ik er eentje van de 97 verhuizen naar de 299. En dan verandert deze 97 in 96. En dan kan ik het heel snel optellen, want het is 396. Oké, ik ga nu op het bord nieuwe sommen zetten. En ik wil dat je dan de video op pauze zet. En dat je dan gaat proberen om in ieder geval, je mag zelf kiezen met welke som je begint, om er een handige manier mee te gebruiken. Ja, dus reken het uit met een handige manier. En schrijf natuurlijk die manier op in je schrift, hè? Dat is belangrijker dan de hele uitkomst. Ja, oké. Zo, ik heb de som hier even op het bord gezet. En je ziet, hè, handig Harry, is niet alleen handig in plussommen, maar ik zie ook een minsom en een keersom. Gewoon om te proberen. Dus begin met de som die jij het handigst kunt uitrekenen. Je mag dus zelf de volgorde kiezen en schrijf de manier op in je schrift. Heb jij nog wat te vertellen, Harry? Wat dan? Nee, dat heb ik al gezegd.
dat ze de manier erbij moeten zetten. Wat zei je? Oh ja, dat was ik vergeten te zeggen. Als je opschrijft hoe je het doet, schrijf het dan op in pijlentaal. Ja, succes! Oké. Ik hoop dat er nu ongeveer 5 minuutjes voorbij zijn en dat je bij in ieder geval de meeste sommen toch een handige manier hebt geschreven. Zou het toch mooi zijn als je van de 6 sommen er 5 af hebt. Oké, we gaan kijken naar hoe handiger Harry het heeft gedaan. Het kan zijn dat jij het op een andere manier hebt gedaan. Het zou kunnen dat het ook goed is. Check de uitkomst. En deze manier die Harry laat zien is natuurlijk super handig. En ik hoop dat je daar ook wat van leert. Dat je die misschien ook een keer gaat gebruiken. Of in ieder geval begrijpt. De eerste, 501 plus 490. 99. Als de 1 verhuizen naar de 499, maken we daar 500 van. Dus wordt het 500 plus 500. Nou, de uitkomst is 1000. Hè? De manier is belangrijk. Dan de volgende. Dan zie ik 3 getallen. En die 3 getallen kan ik natuurlijk op volgorde gaan optellen. Maar handige Harry, die heeft gezien dat 111, dat je die bij de 289 kan doen. En dat dat een mooi honderdtal maakt. Want er is samen 400. Nou, dan kan ik die 400, hè, dus deze twee zijn samen 400. Dan had ik die nog, dus die schrijf ik er ook bij. En dan kom ik op 800 uit. Dan naar de volgende. Ik zie daar 250, 250. Als ik sprongen van 250 maak, dan heb ik deze twee bij elkaar, is samen 500. Doe ik er 250 bij, dan heb ik 750. Oh, maar wacht even. Stel dat hier nou... Oh, maar hier staat geen 250. Stel dat hier nou 250 had gestaan. 250 plus 250 is 500. En deze ook. Dat is dan samen 1000. Dus even kijken, dan doe ik 500 plus 500. Maar hier heb ik er 250 van gemaakt. Dan moet ik deze 1 niet vergeten. Die moet er nog bij. En dan kom ik op 1001. Ja? Gaan we naar de volgende. 354 plus 346. Ja, hoe zou je dat nou handig kunnen doen? Even kijken. Ik kan het op verschillende manieren doen. Maar de getallen liggen allebei vlakbij de 350. Deze ook. Maar wat is er dan aan de hand? Even kijken. Die moet ik er nog bij doen. Maar dit lag zo dicht bij de 350, maar het was eigenlijk te weinig. Dus er moet eigenlijk, hier heb ik er 4 bij gedaan. Die moet ik er nog wel weer afhalen. Nou, en dan kom ik uit op 700. Dan de volgende, minsom. Niet plus doen, je hebt toch geen plus gedaan, hè? Oké, er staat 701 min 202. Dan laat ik de 701 laat ik even zo, maar van de 202 kan ik ook eerst 200 maken. Die haal ik er dan eerst af. Heb jij dat ook gedaan? 701 min 200 is 501. Wat moet ik nu nog doen? Ik heb hier nog die 2. Die moest ik er ook afhalen. Ja, dan moet ik dat natuurlijk nog wel even erbij zetten. Dit moet er dan ook nog af. 501 min 2. Als ik er eerst 1 afhaal, dan zit ik op de 500. En dan nog 1 eraf. 499. En dan de laatste. Is het gelukt om die te doen? 3 keer 49. Je kunt natuurlijk denken aan 3 keer 40 en 3 keer 9.
Dat is hoe we het echt uitrekenen, hè, met stapjes. Maar we gaan het nu handig proberen. 3 keer 49. 49 ligt dicht bij de 50. Dus we doen eerst 3 keer 50. Dat is 150. Maar er moet nog wat af. Want we hebben hier 50 van gemaakt. Dus ik heb er 3 keer 1 te veel bij gedaan. Dus die moet ik er nog afhalen. Dus min 3 keer, wat is 3 keer 1? Moeilijk, hè? Moeilijk. 3 keer 1 is 3. Dus dan hoef ik 150 min 3 is 147. Ja? Nou, zullen we eens even aan handige Harry vragen of ik het goed heb gedaan? Want ja, dat weet ik natuurlijk nooit. Even kijken, was je er nog? Oh, ja. En klopt dit zo nog een beetje? Oh, hij is heel blij. Dus we kunnen verder naar de volgende som. Oké, handige Harry is eventjes weer weg. We gaan even naar som 1 kijken van les 13. Op bladzijde 110. Pen en papier bij de hand, want we gaan gelijk ook schrijven als ik hier aan het werk ga. Deze opdracht, daar gaan we kijken welke twee getallen samen 1000 zijn. Nou, je ziet hier 20 getallen en nou ja, zie je misschien al een getal wat met een ander getal samen 1000 is. Je ziet daar de 820, laten we daar eens bij beginnen. En je moet natuurlijk ook denken hier aan de vrienden van 100. En als ik denk aan 20, welk getal hoort daar dan bij om 100 te maken? Daar hoort dan 80 bij. Oké, dus ik moet iets hebben met 80. Oh, daaronder staat al 280. Zou dat erbij kunnen? Is dat samen 1000? Oh, 800 en 200 is 1000. Klaar? Nee, hè? 20 en 80 is 100, dus dat is te veel. Dan heb ik 1100. En dat is niet de bedoeling, dus trap er niet in, hè. We gaan dan kijken, wat past er dan wel bij de 820? Heb je hem al gezien? 180. Dus in je schrift schrijf je, hè, voor de kantlijn natuurlijk even een 1 zetten. En dan schrijf je 820 en 80. Oké, we gaan naar de 280 kijken. Wat hoort daar dan bij? Bij de vrienden van 100 denk je aan 80 en 20 samen. Lijkt een beetje op wat we net deden natuurlijk. Welke hoort er dan bij? Ik heb hier 520 staan. 320. 720. En welke hoort erbij? 720. Ik zal even een kleurtje pakken. 280. En 720. Maak straks een rijtje van 5. En schrijf daarnaast dan ook weer een rijtje van 5 tweetallen op. En dan schrijf je het netjes in je schrift. Ja, dit is eigenlijk wel te doen. Wat belangrijk is, is dat je dus de getallen opschrijft, netjes onder elkaar in je schrift. En je zoekt dus uit wat samen 1000 is. En let op dat je er niet overheen gaat. En als je alle getallen hebt gebruikt en je kan geen combinatie meer maken, dan zul je het vast goed gedaan hebben. Maar dat zie je bij het nakijken wel. Ja, dit kun je zelf nu afmaken en je gaat daarna, als je dat klaar hebt, weer met mij verder. Som 2. Daar zie je allerlei dieren staan en een weegschaal of een drinkfles. En jullie moeten opschrijven hoeveel milliliter of hoeveel gram er op de weegschaal is aangegeven. Nou, ik heb hier even een voorbeeld van een leeuw. En waar je bij de weegschaal op moest letten is natuurlijk hoe groot de sprongetjes steeds zijn. Hè? Hoe groot maken we die sprongetjes steeds? We beginnen bij 0,
We komen dan bij 250, 557 en dan weer bij 1000 terug. En als we dan 5 sprongetjes maken, hoe groot zijn die sprongen dan? Nou, misschien weet je dat nu weer. En als je dan hier bij de 500 steeds verder telt, bij welk getal kom je dan hier uit? Reken maar uit. Nou, ik kan beginnen bij 500. Ik weet dat dit sprongetjes van 50 zijn. 550, 600, 650. En dan ben ik bij 700. Je had natuurlijk ook bij de 750 kunnen beginnen en met 50 terug springen dan. Bij de drinkfles, daar zie ik de streep hier eigenlijk precies tussen de 400 en de 500 staan. Dus daar zit de drinkfles, is gevuld tot 450 milliliter. Dan hebben we hier natuurlijk onze haan. Voor de kinderen die van een lekker broodje kip houden, nou, die kennen deze wel. We gaan kijken naar de weegschaal. Denk even na. Op hoeveel staat de weegschaal hier? Gaan we met sprongen van 50 tellen. 50, 100, 150. En dan hebben we hier, oh, de haan drinkt niet zoveel. En zie je hem ook tussen de 100 en de niks staan. Nou, niks is 0. Dus op de helft zit de drinkfles op 50 milliliter. Nou, ik denk dat je de rest wel zelf kan. Dan gaan we nog heel kort eventjes naar som 3 en 4 kijken. Oké, ik heb even van som 3 en 4 twee soorten sommen opgeschreven. En waarschijnlijk weet je nog wel hoe dat moet. Als we met tientallen gaan vermenigvuldigen, denken we altijd eerst aan een hulpsom. 7 keer 80, dan denk je aan 7 keer 8 in de tafel van 8. 7 keer 8 is 56. Een 0 erachter maakt het antwoord 10 keer zo groot. Dus dan wordt het antwoord 560. 5 keer 90. Ik denk aan 5 keer 9. 5 keer 9 is 45. En 5 keer 90 wordt dan 450. Want een 0 erachter maakt het antwoord 10 keer zo groot. Dat is wel, en dat trucje kun je ook heel goed bij deze sommen gebruiken. Let op, want in je boek staat hoe je het op moet schrijven. Dus dat gaan we ook zo doen. De eerste som staat al een klein beetje voorgedaan. 7 keer 24. Je denkt aan 7 keer 20. En daar moet dan bij 7 keer 4. 7 keer 4 schrijf je dan ernaast. Nou, in je boek hebben ze dan ernaast geschreven, dus, en dan ga je uitrekenen wat 7 keer 20 is. Je denkt aan 7 keer 2, 7 keer 2 is 14, 7 keer 20 is 140, plus 7 keer 4, ik hoop dat je hem sneller kan bedenken dan ik, 28. En dan tel je dat bij elkaar op, 168. 5 keer 38 tot slot. 5 keer 30 plus 5 keer 8. Dus, dan ga ik het optellen. 5 keer 30 is 150 plus 5 keer 8, of 8 keer 5, 40. En samen is dat... Je denkt dan 50 plus 40. 150 plus 40 is dan 190. Nou, de rest van de les kun je zelfstandig nu afmaken. En let erop bij som 4 dat je echt opschrijft hoe je het doet. Want alleen op die manier leer je de manier steeds beter in je hoofd te krijgen. Dus ja, neem dat van me aan. En nou, dan wens ik jullie een fijne dag en de groetjes.